Redeloos, radeloos, redeloos, dat was de Republiek in 1672, het rampjaar. En dat rampjaar was het gevolg van ontwikkelingen die we in de vorige video ook al zagen: de toenemende concurrentie die er was vanuit met name Engeland en Frankrijk, en de oplopende spanningen die er waren in de Republiek. Want uh, daar was al vanaf 1650 een zogenaamd stadhouderloos tijdperk. Er werd geen nieuwe stadhouder gekozen. En de staatsgezinden die hadden het echt voor het zeggen. Maar ja die hadden dus wel te maken ook met die toenemende concurrentie. En uh, de staatsgezinde regent Johan de Wit die deed er dan ook alles aan om Engeland en Frankrijk onder controle te houden. En dat deed hij door steeds afwisselend bondgenootschappen aan te gaan met een van de twee landen. Om ze zo tegen elkaar uit te spelen. Nou dat werkte dus heel lang goed dat spel, maar in 1672 kwam daar een einde aan, het zogenaamde rampjaar, ik had het al gezegd. Want in dat jaar sloegen Engeland en Frankrijk de handen ineen en vielen ze de republiek binnen samen met de bischoppen van Münster en Keulen. En de republiek die werd dus van drie kanten aangevallen. Ja, en die regenten hadden in de jaren ervoor echt al een keuze moeten maken om uh, te investeren in uh, het landleger of in het zeeleger. Want ja, er was niet meer genoeg welvaart om het allebei goed te kunnen onderhouden. En uh, handelaars, als ze er waren, hadden ze vooral gekozen voor de zeegewesten en dus ook geïnvesteerd in het zeeleger. Dus die aanval over zee die werd wel afgeslagen. En ook die, ja, die bisdommen van Münster en Keulen, dat waren wat kleinere legertjes. Ja, die werden ook nog wel uh, teruggedrongen. Maar ja, de Fransen, dat was toch een ander verhaal. Die Drongen ver de Republiek in, en Frankrijk bezette dan ook zo'n twee jaar lang een groot deel van de Republiek. En je ziet dan die rode pijlen tot hoe ver ze komen. En je ziet bij die rode pijlen zie je ook weer blauwe vlekjes staan. En dat waren dus gebieden die onder water moesten worden gezet. Inundatie heet dat, om die Franse legers tot stilstand te dwingen. Maar je kunt je voorstellen dat dat hele ingrijpende maatregelen zijn, die ook desastreuze gevolgen hebben voor de landbouw in die gebieden bijvoorbeeld. Ja, en kun je kunt ze met recht wel stellen dat hierdoor dus ook echt wel een einde kwam aan die gouden eeuw van die republiek. En dan even naar die titel toe: redeloos, radeloos, reddeloos. He, nou ja, het volk was redelos. Dus bijvoorbeeld die Johan de Wit werd samen met zijn broer Cornelis uh, werd, uh, werd die opgepakt en werd ze dus uiteindelijk hè Dus dat gemeen dat, dat, dat had genoeg van die staatsgezinnen, die wilden een stadhouder hebben, nou die kwam er ook. Uh, maar ja, de, de, de regering die was dus radeloos. He. Die wist het ook niet precies. En dat dat blijkt dus ook wel uit die Franse bezetting. Ja, en daarmee was de republiek dus eigenlijk reddeloos geworden. Dat rampjaar betekent dus echt het einde van de Gouden Eeuw van die Republiek. En dat zie je bijvoorbeeld terug in dat gedrag van die regenten, van die kooplieden, want die gaan in nog grotere mate investeren in het buitenland en die oligarchisering die zet nog verder door. Heel simpel gezegd, die regenten die proberen zoveel mogelijk lekker te gaan rentenieren, in plaats van dat ze echt nog ondernemen en uh, ze krijgen steeds meer de touwtjes in handen. Ja, en daarnaast betekent het einde van de Gouden Eeuw van de Republiek een bloeiperiode voor Engeland. Hè. Door die toenemende concurrentie neemt Engeland de leidende positie in de wereldhandel van de Republiek over. En waar Amsterdam heel lang het centrum van de wereldhandel was geweest, wordt dat nu Londen. Londen wordt het nieuwe centrum van handel, maar ook van het bankwezen, in plaats van Amsterdam. En daarmee komt er een einde aan een aantal eeuwen van stedelijke dynamiek in de lage landen.